Doorheen mijn culinaire tocht in Loker ben ik meerdere keren de peperkoek van de Vreeze tegengekomen. Ik eet heel graag peperkoek en ik ben dan ook heel erg benieuwd naar hoe dat ze dat maken, want ik heb echt geen idee. Dag Jo. Hallo, dag Al. Welkom. Dankjewel. Zeg, vertel eens, ik ben jullie peperkoek al heel veel tegengekomen in mijn tocht doorheen Lokeren. Wat is nu het verhaal van jullie bedrijf? Wij zijn dus een familiebedrijf dat al sinds 1870 peperkoek maakt, hier in Lokeren. Mijn bedovergrootvader heeft het bedrijf opgericht op de grote markt in Lokeren. En dan verhuisd in 1912 naar de Poststraat. En in 2004 hebben we de grote stap genomen en zijn we verhuisd naar het industriepark hier in Lokeren. Het is nog steeds een familiebedrijf? Het is altijd een familiebedrijf gebleven. Dus ik ben de vijfde generatie. Je had August de Vreeze, Henry de Vreeze, Willy de Vreeze, mijn grootvader. Mijn vader Herman de Vreeze, die nog altijd actief is in de zaak. Ja. En momenteel ben ik het, Johan de Vreeze, samen met Dirk en Wim, die de zaak leiden. Met jouw broers? Met mijn broers, ja. Mijn twee broers. Oké. Okay. En wat maken jullie peperkoek nu zo speciaal? Je wil weten wat er speciaal is aan onze peperkoek? Ik stel voor dat we gewoon eventjes gaan kijken. Oké, okay, fantastisch. Volg maar. Ja, Ellen, we zijn dus nu in de deegzaal. Hier wordt dus deeg gemaakt voor onze peperkoek. Moederdeeg wordt daar gemaakt, in de knede achteraan. Peperkoek wordt gemaakt op basis van roggebloem en suikerstroop. Wij kneden daar de roggebloem en suikerstroop op hoge temperatuur, maken er een deeg van. Dit deeg gaat in de bakken daar achteraan, waar het gedurende 6 tot 8 weken rust. 6 tot 8 weken? Ja, dit is een traditie die we al gedurende meer dan 100 jaar gebruiken. En dat onderscheidt ons ook van de anderen. Anderen maken peperkoekdeeg op 1 dag, wij maken peperkoek op 8 weken. Na de rustperiode komt het deeg hierin. Hier worden de kruiden aan toegevoegd. Hier wordt suikerstroop aan toegevoegd, honing aan toegevoegd en andere specerijen aan toegevoegd. En dan gaat het deeg terug naar daar waar het rust en wordt het later afgebakken. Misschien kunnen we nu eens eventjes naar daar kijken. Perfect, heel goed. Jalen, we zijn hier dus in de bakkerij. Het deeg dat we daarnet gemaakt hebben, wordt dus daar afgevuld in bakplaten. Een bakplaat van ongeveer 10 kilogram. Die gaan achteraan in de oven en komen er hier na een baktijd van ongeveer 1,5 uur komen ze eruit. Peperkoek wordt zeer rustig gebakken. Ons deeg wordt traag gemaakt, onze koek wordt traag gebakken. Dat geeft ons een goede, lekkere koek. We zijn hier in de inpakplaats. De koek die we daarnet gebakken hebben, wordt hier zoals je ziet versneden in repen. Repen van 1 kilogram. Die wordt voor de kwaliteit, gaat die door de metaaldetector, wordt daar in steekjes versneden en wordt dan ingepakt, nog eens gecontroleerd op gewicht. En dan is het product klaar. Ik stel voor dat we eventjes gaan proeven. Heel graag. Goed Ellen, kijk, het steekje wordt juist klaargelegd voor jou. Wat denk je ervan? Dankjewel. Ik ga eens proeven hè. Lekker is. Vers zoals dit ga ik hem nooit eten. Hè? Vers zoals dit kan je hem nooit krijgen. Echt heel erg lekker. Dank u. Jo. Het is echt super lekker. Heel erg bedankt voor de rondleiding. Ik ben nu niet alleen een peperkoek liefhebber, maar ook een peperkoek kenner. Dank u. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zeker en vast. Ja.